Anker is een hele vette techniek waarmee je mensen kan overtuigen. En in deze podcast leer je hoe je dat kunt doen. Welkom bij de Professioneel Praten podcast, waar jij alles leert over communicatie op de werkvloer met Jasper Geluk en Vivian Kroonen. Welkom bij de podcast. Ik ben Vivianne Kroonen en naast mij is Jasper Geluk. Hoi. In deze podcast behandelen we jouw vragen over professionele communicatie. En de vraag van deze week is... Hoe werkt ankeren? Ja, en ankeren is natuurlijk een van die soort van kern-NLP-technieken. Ja. En wij trainen het heel vaak ook aan mensen, omdat het best handig is om in te zetten. Ook juist in normale gesprekken. Mm-hmm. Een deel van NLP wordt natuurlijk gebruikt in een soort van therapeutische setting. En ik weet ook heel veel mensen die dan bij ons komen, die hebben dan vaak een NLP-opleiding gedaan, waar ze allerlei rare therapeutische dingen hebben geleerd. En dan gaan ze van, ja, maar ik wil dat eigenlijk gewoon op mijn werk gebruiken. Ja, precies. Dus hoe wordt het praktisch? Ja, en anker is natuurlijk typisch zoiets wat je ook super praktisch kunt gebruiken. Hoewel het niet altijd helemaal wordt onderwezen hoe het praktisch werkt. Maar laten we even beginnen met, wat is ankeren überhaupt? En sommige mensen, zeker als ze het alleen maar uit de NLP kennen, dan lijkt het van, oh, dat is iets wat, Richard of John Grinder zo bedacht hebben toen ze al die NLP dingen bedacht hadden. Maar als je eigenlijk met Richard praat, dan hoor je heel veel over dat hij niet zo heel veel zelf bedacht heeft, wat hij ook zelf erkent. Hij zegt van, ja, weet je, ik heb het ook maar gewoon gevonden en ik was met die mee aan het lopen. Daar leerde ik dat van en daar leerde ik dat van. Nou, dat hebben ze dan samengevat in een soort van één ding wat dan NLP heet. Maar ankeren is eigenlijk al veel ouder. Dus überhaupt, het is natuurlijk een breinding, hè, wat al rond is door de evolutie erin gebracht en wat ook niet alleen maar van mensen is. Hè. Dieren worden ook geankerd. De simpelste versie is wat iedereen, hè, dat doet waarschijnlijk wel een belletje rinkelen van Pavlov, dat hij iets van wat eten had voor honden en dan deed hij ding 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 met een belletje en dan vervolgens was het, zin in eten. En daarna hoefde hij alleen nog maar het belletje te rinkelen en dan had hij zin in. Dan ging ze wel kwijlen. Ja, en als jij dan nu zoiets hebt van, ik ben geen hond, ik werk niet hetzelfde. Pavlov kan niks met mij. helaas, het werkt ook gewoon op ons als mensen. En een goed voorbeeld is als jij op vakantie was en je was een bepaald muzieknummer aan het luisteren de hele tijd. Ja, ik heb dat heel erg met muziek. Ja, en ik doe het vaak expres. Hè. Ja. Dan ga ik gewoon op vakantie luisteren een bepaald nummer, zodat we daarna nog kunnen nagenieten. Dat je weer eens dat nummer opzet en weer, we zijn weer op vakantie. Ja. Want dan voel je dat helemaal weer terugkomen. En ook met eten heb je het, hè, dat als je een bepaalde smaak proeft of een bepaalde geur, geuren werken ook heel sterk als ankers, dat je boem weer terug bent bij whatever de ervaring is die je daarmee had. Ja. En eigenlijk is het heel handig. Het is een fundamenteel gedeelte van ons leerproces. Als je het kijkt op neurologisch niveau in ons brein, is het een van de kerndingen die je brein doet, is ankers maken. Dus is verbindingen leggen van, dit hoort bij dit. Ja. Dat is de reden dat je weet ook dat... Ook wel handig als je weet inderdaad dat een auto langs rijdt, dat je weet van, hé, dat is het geluid van de auto. Ja, precies. Ja, maar dat is niet, toch ook... Wat is dat? Ja, precies. Ja. Ja. Dan krijg je de deer in the headlights situatie. Ja. Van, hé, wat zijn die lichten die steeds dichterbij komen? En dichterbij komen. En dichterbij komen. En boem. Ja, precies. Dus, maar zo herken je wel heel veel dingen. Ja. En bijvoorbeeld dat stoelen allemaal hetzelfde zijn. Dat is ook, hè, terwijl iedere stoel is anders. Hè. Dat is de stoelen waar wij nu op zitten, hebben een soort van één poot heel erg designachtig omgevouwen. Maar zeg maar, je hebt ook stoelen met vier poten, je hebt bureaustoelen. Maar jouw hoofd herkent dat allemaal stoelen zijn. Dus dat is een soort van, dat is allemaal bij elkaar komen clusteren. Dat is wat stoel is, daar kun je op zitten. Dit principe is voor het eerst een soort van echt in kaart gebracht, hoewel het uiteraard misschien al wel eerder bedacht is dat het ook werkt, door een neurowetenschapper, Donald Hebb, uit mijn hoofd ergens rond 1950. Donald Hebb heeft heel veel van een soort van grond gemaakt voor de neurosciences die inmiddels naar veel verder zijn ontwikkeld en ook blijven ontwikkelen. En neuroscience is een belangrijk ding om te snappen, is dat was een van de dingen die Donald Hebb ook zei, was dat de halfwaardetijd van kennis, dus dat is dat de helft van de kennis al niet meer iets is, was volgens mij iets van 5 jaar of 3 jaar zelfs binnen het vakgebied van psychologie en neuroscience. Dus er worden zoveel nieuwe ontdekkingen gedaan, dat iedere 3 jaar de helft alweer niet meer waar is, maar er iets nieuws is gevonden wat waar is. Dus het is echt een ontwikkelend gebied. Maar wat Donald toen al had gevonden, was het een soort van de wet die nu neuroscience is. En hij had dat in een hele academische paragraaf samengevat van meerdere complexe zinnen. Maar iemand anders heeft dat later samengevat als neurons that fire together, wire together. En dat is een soort van goede regel om te snappen. Die zit in waarom ankeren zo goed werkt. Dat is breinactiviteit die tegelijkertijd aan de gang is,
raakt aan elkaar verbonden. En dat is onderdeel van, van ons leerproces als mensen. Dat we snappen dat, oh, we zijn nu thuis, dan doe je deze dingen. Oh, we zijn op straat, dan doe je iets meer opletten. Oh, we zijn op werk, dan doen we dit anders. En dat hoort allemaal gewoon bij normaal menselijk gedrag. En je kunt het natuurlijk ook gebruiken voor dingen. Als je denkt aan normale ankers, hè, bij NLP leer je heel vaak van die ankers van... Je zegt, herinner je een goede herinnering? En dan raak je ze aan op hun knie. En dan zeg je, en herinner nu nog iets waar je blij van wordt? Ja, heel blij. En dan raak je ze weer aan op hun knie. En een beetje een weirde bedoeling. We trainen het vaak in onze, zeker in onze echte de opleidingen, zeg maar, trainen we vaak wel om het op die manier te starten. Dat je weet wat het is. Maar altijd met een harde kanttekening erbij. Doe dit niet in het echt. Je gaat niet bij een collega. Oh, denk eens terug aan iets waar je blij van werd. Ja. En dan doe je er een anker bij. Is het dan meer de therapeutische kant? Ja, de therapeutische kant wordt het meer gebruikt. Ja, dus dat is maar voor de professionele NLP is dat niet echt een ding. Daar wil je het veel meer gebruiken, subtieler. Je gebruikt ankeren net zoveel en op een manier die veel onopvallender is. Ja. Maar de grap is, wij waren vorig weekend, hadden we in een opleidingsgroepje zitten. En toen heb ik ze dit in eerste instantie wel geleerd. Dus doe die aanraking en zeg van oké, denk aan iets leuks en dan... Doe je die aanraking? En ik vertelde ze het verhaal voordat ze dat gingen doen. Toen ik het voor dit eerste deed. En ik geloofde toen niet dat het werkte. Mm-hmm. Dus iemand had het mij uitgelegd. Maar zonder wat ik je net verteld heb over waarom het werkt. En hoe het een soort van theoretisch kader erbij. En dat had ik allemaal niet. Dus die zei gewoon, ja, als je iemand aanraakt of een beweging maakt. En elke keer als iemand blij is of moet lachen. En dan doe je het daarna nog een keer. Dan moeten ze weer lachen. En ik dacht... Bullshit, weet je? Dat niet gaat werken op echte mensen. Leuk dat in de fantasiewereld dat werkt, maar nee. En toen was ik op een gegeven moment... Mijn broer had me meegenomen naar een saai feestje... waar ik niet heel veel zin in had. En ik was daar en ja, weet je, dan moet je iets doen. En ik zag een dame en die was zich ook aan het vervelen. Dus ik dacht, nou prima, dan kunnen we in ieder geval samen het iets leuker hebben... dan dat we allebei chagrijnig voor ons uit zijn te staren. Dus ik ging een beetje met haar praten en toen dacht ik... Nou prima, kan ik even oefenen met die techniek. Dat was iemand die ik verder nooit meer tegen zou komen. Dus dat is altijd een goed moment om techniek te oefenen. Ja, precies. Als je anders toch alleen maar chagrijnig voor je uitstaat. In de wachtrij, ook een goeie, of in het vliegtuig of zo. Een goed moment om te oefenen met dingen. Dus ik ging een beetje met haar praten en een beetje grappen maken, dat soort dingen, zodat ze wat vrolijker werd. En elke keer als ik een grapje had gemaakt en zij aan het lachen was, maakte ik een bepaald handgebaar. Gewoon een soort van even een bewegingje met mijn hand. Niks groots, niks wat echt de aandacht zou trekken, maar gewoon even een bewegingje met mijn hand. Nou, prima, weet je, ik dacht, nou, het zal wel, maar we merken het wel. En ik deed dat een keer of 5 of 6 of zo, totdat elke keer als ik een grapje maakte en de clue was gekomen en zij was aan het lachen, even die handbeweging. En toen dacht ik, nou, nu moet ik het gaan testen. Dus wat ik vervolgens deed was, ik weet niet meer wat ik zei, het is best weer een tijd geleden, maar ik maakte een soort een opmerking of zo, want ik zei gewoon hoe laat het was of zo, weet je wel, gewoon een statement, iets wat niet grappig was. En dat klopt ook, ze moest er ook niet om lachen, dus dat was de bedoeling. En toen deed ik dat handgebaar en toen ging ze, begon ze ineens keihard te lachen. Ik dacht, what the fuck, wat is dit? What sorcery is this, zeg maar, dat dit bestaat. Wat voor magie ben jij aan het toepassen hier? Ja, voodoo. Nee, maar het is gewoon hoe je brein dingen onthoudt. Maar het is een bizarre shortcut die, zeg maar, dus zo werkt. En we hadden het nu in de opleiding weer vorig weekend, dat er één iemand die dacht, ik probeer het maar gewoon, weet je wel. Die was die oefening aan het doen, dus die had tegen die ander gezegd van, denk aan iets leuks. En je zag dat die persoon blij was terwijl die eraan dacht, hup, even op de knie duwen, denk aan iets leuks. Zelfde plek nog een keer op de knie duwen. Had hij een paar keer gedaan. En toen daarna was het dus de tijd om het te testen. Dus dan was het even afleiden en daarna weer van, nou, even je ogen dicht. En toen deed hij weer op die knie aanraken. Toen kwam de mooiste uitspraak van het weekend ongeveer. Dat was namelijk, hij doet het! Alsof hij een soort oude PlayStation uit de garage weer eens in het stopcontact had gedaan. En hij weer een soort van opstarten en het gewoon nog deed. Dus ja. En later kwam hij nog vaker bij anderen terug. Dat ze ook zeiden, wow, het werkt echt! En dat is een beetje het effect wat je dan krijgt. En daarom doen we vaak die houtje-touwtje oefening. Dus denk aan iets leuks en raak iemand op zijn knie aan of zo. Dat is simpel. En daarna stellen we de vraag, en ik hoop dat jij dat ook hebt. Je hebt nu een soort uitleg gehad wat ankeren is, hoe het werkt. Dus het is gewoon
dingen die tegelijkertijd gebeuren raken verbonden, ook als de connectie niet logisch is. Dus als jij iemand aanraakt op zijn schouder, terwijl die een bepaald gevoel heeft, en dat doe je elke keer terwijl die dat gevoel heeft, dan raken die twee aan elkaar verbonden en dan hoef je alleen nog maar die schouder aan te raken en dan komt dat gevoel alweer. Maar hetzelfde geldt voor geluid. Hè. Je kunt ook een bepaalde intonatie gebruiken, iets wat Milton natuurlijk deed. Als jij bekend bent met NLP, dan ken je Milton ook wel. Milton is onder andere door NLP'ers veel bestudeerd, door Richard en John allebei. En, maar ook in conversationele hypnose is heel veel gekeken naar welke patronen gebruikte Milton. En een van de dingen is, hij had zijn intonatie had hij geankerd. Dus hij praat op een bepaalde manier, hè. In Milton deed heel veel met hypnose. Dan praatte hij op een bepaalde manier als hij gewoon met iemand aan het praten was terwijl ze wakker waren. En als ze dan in hypnose moesten gaan, dan wisselde hij zijn stem en ging hij ineens zo praten met een hele andere stem. En dan wisten mensen, zeg maar dat onbewustzijn van mensen wist, oh oeps, dat is die hypnosestem. Nu moet ik in een trance gaan. En het is idioot, maar dat onbewustzijn reageert zo sterk op die dingen. Dus je intonatie, dan adviseer ik niet dat jij in een vergadering gaat op het moment dat jij je baas wil overtuigen dat je gaat, je moet mij dus een loonsverhoging geven. Want dat is wat je graag wil. Dat is niet mijn advies. Maar wat je best kunt doen is bijvoorbeeld een bepaald geluid. Hè? Als iemand enthousiast is, dat je... Oh ja, iemand uit de opleiding van dit weekend, die zei van dat haar nichtje kwam langs. En elke keer, die kwam dan vaak bij hun thuis langs. En elke keer als er iets leuks gebeurde, dan ging ze... Dus whatever er leuk was. Oh. Ik kan me ook herinneren dat jij ooit een team hebt getraind. Die ook een bepaalde... Ja. Die deed dus haar mind is blown. Deed ze weer met hun hand bij hun hoofd. Zo. Ja. En toen hoefde ik op een gegeven moment, toen ik door had dat dat voor hun een anker was, hoefde ik alleen nog maar te doen met mijn hoofd en mijn hand bij mijn hoofd. En dan gingen ze al, wow, inzicht. Dus nee, dat klopt. Maar dat nichtje had dat zo vaak gedaan. Dus, er is nog appelmoes. Of ik mag blijven logeren. Whatever het was, hè. En dat was helemaal een ding bij hun geworden. Dus gewoon, grappig. Ja, en je zag echt daarna, ik heb hem een paar keer geprobeerd tijdens het weekend. Als ik dan iets zei, en het was, dan werd ze helemaal blij. Dat was helemaal, omdat ze zo gewend was met haar nichtje van, dat zijn leuke dingen als er is. Dus, en dat is natuurlijk een geluidseffect wat je prima kan maken. Ik heb ook wel eens met mensen onderling dat ze dan een bepaald woord of bepaalde zinnen of dergelijke, dat ze ergens aan moeten denken, dat ze dan keihard beginnen te lachen en niemand weet waar ze het over hebben. Want die is geankerd aan een bepaalde grap. Maar zo is het best goed om bepaalde, je kunt ook bepaalde woorden kiezen die je ankert. Hè? Dus als je bijvoorbeeld het hebt voor mensen die wiskunde hebben gehad en je gaat het over algebra hebben en je hebt bijvoorbeeld de wortel van x of je gaat met logaritmes werken. Zeg maar, Vivian begint nu al moeilijk te kijken. Ik had wel wiskunde vond ik echt heel leuk, maar ik weet het gewoon niet meer. Nee. Dus, maar voor heel veel mensen is een soort van, nou dat valt voor jou nog mee, maar voor heel veel mensen is zodra je ook maar een soort van x plus y en dan doe je er nog een kwadraat en een wortel bij, dan gaan heel veel mensen een soort van schieten in de wilde paniek. Gewoon puur omdat ze zo geankerd zijn op zich. Nou ja, vervelend voelen terwijl ze naar wiskunde zullen kijken. Terwijl het best leuk is. Ja, het is gewoon een soort puzzelen. Ja. Maar, en zo heb je allerlei ankers zijn al actief in de wereld. Een goede om je te beseffen is, jij bent het ultieme anker. Dus mensen kijken naar jou terwijl je met ze praat. Mensen horen jouw stem terwijl je met ze praat. Als mensen zich gemiddeld genomen niet blij voelen als ze bij jou in de buurt zijn, word jij als persoon geankerd aan dat gevoel. Dus zorg dat als jij in de ruimte bent, mensen zich blij voelen. Als jij je kut voelt en je wil even, moet het even kwijt, ga dat niet op anderen uitgooien. Als jij naar je partner komt thuis, weet je wel, het is superbelangrijk dat je met je partner goede ankers hebt zitten, dat als je elkaar ziet dat je blij wordt. Holy shit, als jij thuis komt en je bent in een of andere stomme stemming van je werk nog, en elke keer als jij thuis komt en je partner ziet je, is het... Dat is niet een leuk anker. Neem even een minuutje voordat je binnenkomt om dat even van je af te schudden. En zorg dat het leuk is als je elkaar ziet. En dat je goede positieve ankers hebt met elkaar. Hetzelfde geldt voor klanten, voor je familie, voor je collega's, voor je baas. Alles wat je maar hebt. Je wil zorgen dat jij als persoon positief geankerd bent daarop. Nou, nog even een paar korte tips voor hoe je dit in een zakelijke setting kunt gebruiken. Je kunt locaties ankeren. Dus wat je kunt doen in een presentatie bijvoorbeeld of in een vergadering. Maar daar kun je ook lichaamshouding ankeren. Dat je in een bepaalde lichaamshouding gaat zitten of gaat staan op een bepaalde plek in de ruimte. Als je het even over het slechte nieuws hebt wat je moet brengen. We hebben
Een van onze klanten is dierenarts, hè, dus mm-hmm. die werkt veel met, die moet af en toe slecht nieuwsgesprekken doen voor wat er met een dier aan de hand is. Wat zij gekozen heeft toen ze dit geleerd had, was om het slecht nieuwsgesprek op één plek te doen in de ruimte en daarna daar weg te gaan. Mm. En misschien zelfs eerst een andere plek alvast fijn te bouwen, daar een beetje gezellig te zijn. Daar, dan ga je ergens anders naartoe, doe je het slecht nieuws en dan ga je fysiek weg uit die plek. Want die plek is dan geankerd met overvelend nieuws en dan ergens anders naartoe en dan voelen mensen het alweer van zich afvallen, terwijl ze zeg maar naar die andere plek. Dat kun je ook doen in een meeting. Het moeilijke nieuws breng je even op één plek. Dan wissel je je lichaamshouding, ga je anders zitten, ga je naar een andere plek in de ruimte en daar pak je het weer verder op, zodat mensen er niet in blijven hangen. Dus zo kun je ook inhoud ankeren op plekken of op houdingen. En net als dat jij je intonatie kan matchen. Iedereen kent de intonatie van, dit is even belangrijk. Ja. Oeh, die zit geankerd. Of wat dacht je van de zin? Ik moet even met je praten. Ja. Als je iemand een soort van mindfuck wil geven, dan hoef je alleen maar te mailen. Of ik moet even met je praten. Of we moeten praten. Daar zitten zoveel mensen op geankerd. Ja, op de manier hoe je ouders vroeger je naam noemden. Als je het thuis had gedaan. Ja, die zit ook mega geankerd voor mensen. Dus die dingen kun je kiezen. Ben je er bewust van dat je al die dingen, dus locatie, intonatie, je lichaamshouding ankert zich. Al die dingen kun je ankeren. Nou, de laatste dan nog is gewoon normale handbewegingen. Dus niet wat ze bij NLP leren, dat je mensen moet aanraken of gekke bewegingen moet maken. Gewoon hele normale handbewegingen. Maar als je ze net iets unieker maakt, dan kun je ze linken aan gedachtes of aan ideeën. Eentje die bijvoorbeeld goed is als jij iemand moet overtuigen van iets dat positief is, dat je gewoon elke keer als je in de small talk van tevoren, of misschien in andere onderwerpen erover hebt, elke keer als je iets positiefs zegt, dat je bijvoorbeeld een bepaalde beweging maakt. En die beweging, gewoon iets, iemand voelt zich er leuk over van, nee, dat was heel fijn. En dan heb je een bepaalde beweging. En dan komt er vervolgens weer iets en dan doe je weer die beweging. Zodat als je het vervolgens gaat hebben over dat ene waarvan je wil dat ze positief zijn, dat je die beweging weer maakt. Zodat ze dan dat weer geactiveerd wordt. En daar is, dat gaat allemaal onbewust, dus dat hebben ze niet per se door in dat moment. Uiteraard kanttekening erbij. Als je deze dingen gebruikt om iemand iets te laten doen wat uiteindelijk niet goed voor ze is, of wat ze niet willen, dan komen ze daar wel achter. Het is niet alsof ze dan daarna de rest van hun leven gaan, oh, wat ben ik blij dat ik opgelicht ben, of zo. Dus het is niet, deze dingen gebruik je niet om mensen ergens van te overtuigen wat niet goed voor ze is. Je gebruikt het om mensen, als ik met mensen praat in het bedrijfsleven, is hetgene wat ik het meest terugkrijg, is niet, ik probeer mensen van nonsens te overtuigen en ze willen niet met me meegaan. Wat ik het meeste terugkrijg is, ik probeer mensen te overtuigen van iets wat ze echt zal helpen en wat echt goed voor ze zal zijn als ze er iets mee zouden doen. En toch willen ze niet luisteren. Hoe kan ik zorgen dat ze wel daarnaar luisteren? Ik weet dat het goed voor ze is. En dat herken je misschien wel. Dat heb je misschien ook wel. En dit zijn typisch die technieken. En ook de andere dingen natuurlijk op dit YouTube kanaal. En in de podcast die we hebben. Dus ga daar vooral ook mee aan de slag. Die helpen je allemaal om wel te overtuigen in die momenten dat het de ander echt zal helpen als je wil overtuigen. En ga daar gewoon dieper op in. Anker is een van de technieken. We trainen veel dingen die je ook in NLP leert. En tegelijkertijd ook een heleboel andere dingen. Want NLP is meestal heel beperkt tot alleen maar wat je in therapie ermee mee kunt doen. Terwijl voor 80% van de mensen is het veel relevanter om te leren, hoe kun jij beter met mensen communiceren? Hoe kun je ze beter overtuigen? En hoe kun je deze dingen gebruiken om te zorgen dat je meer voor elkaar krijgt met de mensen om je heen? Dus ik hoop dat je daarmee aan de slag gaat en dat je het een interessante podcast vond. En veel plezier met oefenen.